Dom Under is gered. En burgemeester op je trouwdag, dat wordt een zeldzaamheid. Goedenavond, dit is U Nieuws. Een kalender om oude moordzaken mee op te lossen. Dat is het idee van het Cold Case Team van de politie. De kalender komt in gevangenissen te staan in de hoop dat gevangenen feiten die ze over elkaar weten delen met de politie. Zo moeten nabestaanden na jaren duidelijkheid krijgen over wat er met hun geliefde is gebeurd. Zoals de familie van de Utrechtse oma Bindi. In 5 gevangenissen verspreid door het land krijgen gevangenen vandaag een cadeautje van de Nederlandse Cold Case Teams. Een kalender met 52 onopgeloste moorden en vermissingen. Ik denk dat je niet hoeft uit te leggen dat er in gevangenissen meer bekendheid is over criminaliteit dan daarbuiten. Dus dat is ook een extra reden waarom we daar speciaal naartoe zijn gegaan. Het idee komt uit de Verenigde Staten, waar kaartspellen werden uitgedeeld met de vraag om informatie over lopende onderzoeken. En daar zijn hele goede resultaten behaald. Tientallen zaken werden met hulp van gevangenen daadwerkelijk ook opgelost. Maar in Nederland een kaartspel uitgeven vond justitie een brug te ver. We zijn inderdaad begonnen met het kaartspel, maar dat werd door meerdere mensen inderdaad aangegeven van nou, dit is wel een speels karakter voor dat soort ernstige zaken. En toen is ook aangegeven van probeer wat anders te zoeken. Nou, en dat hebben we geprobeerd op deze manier en we denken dat we een hele goed alternatief hebben gevonden. Op de kalender staan 4 zaken uit onze regio. De moord op Ricky Hock Ahin uit Amersfoort en de dood van de Utrechters Robert Obermeier en Sjaki Gerwig. Maar de meest in het oog springende zaak is die van de 93-jarige oma Bindi, die in juni 2005 dood werd gevonden in haar huis aan de Guttersdijk. Binnen het Cold Case Team Midden-Nederland was er geen discussie dat juist die zaak op de kalender moest. Wij hebben natuurlijk 150 zaken ongeveer in Utrecht. En deze, met nog een aantal andere die er ook op staan trouwens, zijn de zaken bij ons die in de top 10 staan van zaken die we aan willen pakken. En dat is, daarom staat hij er gewoon bij. Het is voor ons eigenlijk geen discussie. De gouden tip levert per zaak 15.000 of 20.000 euro op. In totaal is er 8 ton gereserveerd. Toch is Perlot voorzichtig als hij moet schatten hoeveel cold cases er over een jaar opgelost zijn. Geen idee. We hebben natuurlijk goede ervaringen vanuit Amerika gehoord. Maar ik zeg altijd, als we er 1 oplossen, is het voor mij geslaagd. De kalender is ook voor mensen buiten de bias te bekijken op politie.nl. En als het een succes wordt, komt er mogelijk een nieuwe editie voor 2018. Het was een enorme hit met grote bezoekerscijfers, maar toch kwam de archeologische publiekstrekker Dom Under in financiële problemen. Maar met een nieuw jaar is er weer een schone lei. Alle schulden zijn afbetaald. Opgelucht, ja. Het is een mooi bericht, een mooie fase om af te ronden. Want het reddingsplan voor Dom Under is klaar. Crediteuren, waaronder de gemeente en particuliere geldschieters, hebben 1,6 miljoen euro bij elkaar gebracht. Stichting Domplein 2013 kwam dat geld tekort omdat de bouw van Dom Under meer kostte dan verwacht. Je bent in zo'n bijzonder stukje van Utrecht aan het graven. Dus je komt allerlei dingen tegen. En daardoor moesten plannen aangepast worden, moesten installaties aangepast worden, et cetera, et cetera. En dat heeft allemaal toegeleid dat we uiteindelijk zo'n fors tekort hebben gehad. Dat tekort is nu aangevuld en voor de komende 2 jaar heeft de provincie ook nog subsidies toegezegd. En dat gaat ons ook helpen om een aantal extra activiteiten op het plein te organiseren. Busexcursies tussen de 3 verschillende castella in Utrecht. En op die manier meer aandacht te geven voor archeologie in de breedste zin van het woord rondom Utrecht. Aan het publiek heeft het nooit gelegen. Sinds de opening in 2014 namen meer dan 100.000 bezoekers een kijkje onder de grond van het Domplein. Dit zijn de fundamenten van het Westerk. Zeg maar de voorgevel van de Dom van Adelbond. En als het aan de directeur ligt, worden dat er nog veel meer. We zijn er financieel gezond voor. We kunnen gewoon uit de exploitatie kunnen we ook al onze verplichtingen voldoen. En we kunnen op deze manier heel op een gezonde wijze verder. Dom Under heeft eerder prijzen gewonnen en staat in de Lonely Planet als niet te missen. Een ramkraak vanmorgen vroeg op de Primera op de Utrechtse Uithof. De daders vernielden de pui van de winkel en hebben sigaren gestolen. De ramkraak gebeurde rond 4:30. De daders zijn nog niet gepakt en de politie hoopt dat getuigen die iets gezien hebben zich melden. Bureau Hengeveld heeft in ieder geval het eerste succes van het jaar geboekt. Kijkers herkenden een dikke man die even buiten Bunnik 3 fietstoeristen had bestolen. Van de diefstal werden vorige week bewakingsbeelden getoond. En de politie weet nu wie hij is en hoopt hem binnenkort aan te houden. Een feestelijke opening van de nieuwe brede school Kerkenbos in Zeist. 2 basisscholen zijn samengegaan met een kinderopvang en er is ook BSO.
Een op de 3 scholen in onze provincie is nu een brede school. En zo samenwerken heeft voordelen. Zo kun je de gymzaal en de bieb delen. En van 0 tot 12 hoef je niet van school te wisselen. De FNV komt op voor jonge medewerkers van supermarkten. De vakbond is het niet eens met de afschaffing van toeslagen voor onregelmatige uren. Vandaag voerden vakbondsleden actie bij de Albert Heijn op Hoog Catharijnen. Eerst buiten, maar op een gegeven moment ook in de supermarkt. Goedemorgen. Hoi, dankjewel. Dus dat is een beetje ongemakkelijk voor deze bedrijfsleider van de zaak. De vakbond vindt dat vooral jongeren de dupe zijn van de nieuwe maatregel. Want die kunnen tot wel 30% minder verdienen. De nieuwe regels gingen deze zomer al in. De FNV sprak vandaag jonge medewerkers aan, maar ook klanten, want die moeten er ook bewust van zijn. Nou, jongeren zijn het over het algemeen wel met ons eens. En vinden ook vooral dat ze iedere keer op zoek moeten naar een andere baan heel vervelend. En willen ook gewoon een normaal loon krijgen. Nou, ik heb net ook even met een meisje aan het praten en die zei, ja, het is gewoon belachelijk om voor zo weinig geld naar je werk te vertrekken. En zo lang te moeten werken om 15 euro bij elkaar te krijgen. Zaterdag is er een grote bijeenkomst in de jaarbeurs. En de bond sluit niet uit dat er nog meer acties komen. Ik herinner me nog van mijn opa en oma toen ze 60 jaar getrouwd waren. De burgemeester kwam op bezoek en dat betekende toen heel veel. Maar in Oudewater en Utrecht hebben de burgemeesters het veel te druk met al die jubilarissen. Ze moeten schrappen in de bezoekjes. De burgemeester die op visite komt op je trouwdag. Wie 60 jaar getrouwd is, krijgt in de meeste gemeenten van onze regio zo'n felicitatiebezoek. De eerste vraag die mensen altijd krijgen, vindt u prettig dat de burgemeester langskomt? En dan de tweede vraag is, van kunnen we een tijdstip vinden? Burgemeester Bolsius van Amersfoort doet het met veel plezier. Je komt een heleboel verschillende plekken in de stad met de verschillende levensverhalen. Dus ik kan nog zo ongeveer op huis, nummer en plek vertellen wat ik daar en daar en daar heb gehoord. Maar omdat we met z'n allen steeds ouder worden, merken burgemeesters dat ze steeds meer bezoekjes afleggen. Uit een rondgang van RTV Utrecht blijkt dat 7 van de 26 gemeenten een toename zien in het aantal huisbezoeken. Dat is onze dochter met de vader en moeder van mijn man. In Utrecht worden de bezoekjes bij het 60-jarig jubileum daarom geschrapt. In Oudewater slaat de burgemeester 55-jarig getrouwde stellen over. Of het nou 2 of 3 per week zijn of 4 per week zijn, ik doe het met zeer veel plezier. Het is een kwestie een beetje schuiven in je agenda. Dus tegen al die collega's die zeggen het is me te druk, zeg ik, niet zeuren, gewoon gaan. Dit echtpaar voelt zich in ieder geval heel vereerd met het felicitatiebezoek. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Want we met elkaar zitten praten. Hoeveel mensen, de burgemeester zegt wel van niet. Hij had zijn eigen visie, maar wij willen juist een lans breken voor de mensen die achter ons komen nog. En hopelijk zien ze hem als ze 65 jaar getrouwd zijn weer. Als dat zou kunnen, dat zou heel fijn wezen. Dat zou ik heel prettig vinden, dat we er samen met z'n allen kunnen vieren. En ja, maar afwachten. Het topje zou ik zeggen. Ja. Of burgemeester Bolsius ooit zelf verrast wordt als hij 60 jaar getrouwd is, dat weet hij nog niet, want dan moet hij eerst 102 worden. Het weer dan nog. Vanavond gaat het harder regenen. Later vannacht klaart het wat op en het blijft net boven het vriespunt. Morgen is er af en toe zon, kan een enkele bui vallen en dan wordt het rond de 6 graden. De weerfoto die is van kraanmachinist Geurt van Roekel. En hé, dat is gek. De dom is weg. Stuur ook een foto naar weerfoto@rtvutrecht.nl. Kijk voor meer nieuws op de website of app. En ik wens u een heel fijne avond. Dag.